What the fuck ben ik nou... Zit ik... Bro, ik heb... Voor iedereen die... Ik heb hier niks onderaan, hè. Ik ben gewoon naakt hieronder. En ik ben niet per se op uiterlijk. Nee. Dat is niet mijn belangrijkste ding. Dus het is wel echt innerlijk, ja... Het moet gewoon een goede vibe zijn. Je moet het gewoon voelen, is wat je probeert te zeggen. Snap je? Je moet het gewoon voelen. Ja. Ja, ik hoor het al. Ik denk dat bij dit wel gaat lukken. Weet, morgen begint er opnieuw weer een dag en dan zijn er weer kansen voor jou. Dus wandel op bokken zolang als je leeft. Ben je 15 of 80, denk ik die het geeft. 1 in de chat als je denkt dat ik hem ga winnen, man. Die 1v1, de eerste 1v1. Oh ja, je hebt nu al volgens mij vaste buys, man. Dit zijn gewoon echt de buys die altijd blijven. Ik heb verloren, gast. Ik paniekte. Hey, Kajin! Hey, man! How you doing? I'm fine, man. Where you from, my friend? Where you from? Michel. Good, good. Where you from, man? From France. Oh, bro, I love French people, man. Yeah, where you from? Amsterdam, man. Amsterdam, man, good weed, man. Yeah, man, bro. French people, my favorite people, bro. Oh, rechts van... Ja. Oh! Wow, 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 wat doe je, wat doe je? Oh, mijn god! Nee! Oh, mijn god. Oh, bro. Bro, je rijdt me let. Oh, piston! Oh, Emiel, bro. Ah, nee, ik ben dood. Jammer. Yo. Hoe kijk je aan tegen een jetski ritje dan? Een jetski? Neem me mee, bro. Pull up. Ja, buddy. Pull up home, you bitch. Hij is niks. Hier, ik vang hem aan. Oh, dat kan niet. Dan? Hier, voor ons. Ook dood. 9-9 fucking show. Hoe weet je het echt? Dat zeg ik, Doede. Dat is je echte naam. Ja, ik zweer het. Ik kan je nu foto van idee sturen. Dat is een beetje legaal, maar... Geloof het wel, gast. Okay. Even aan de chat. Wat heb je? Ik heb een gadget gekocht voor Don. Zodat hij niet meer gaat schrikken als ik binnenkom. Kijk. Dit is geweldig, gast. Deze zetten we hier neer, ja? Ja, die zetten we daar. En dan... deze plak je op de deur. Ja, dit gaat goed, schat. Dit gaat goed. Ah, shit. Okay. Nee, je klinkt nog steeds kut, man. Hoor je, moet jezelf even terugluisteren op mijn streamcode. Het klinkt alsof je die microfoon in je fucking reet hebt zitten. Hallo? Nee, tegen Conjo. Oh, wat? Wat fuck, ik weet het, man. Wow, what the fuck? Ik heb gisteren eten gemorst. Wow, wacht. Hij heeft eten gemorst gisteren. Nee toch, dit gaat niet meer goed komen, gast. Lies, mijn naam is Maiko. 23 jaar uit Utrecht. Nou, een echte streamer, GTA-RP'er. Ik ga naar school, doe een opleiding. Ik heb humor. Ja. Ik ben een echte. Ja, man. Ja, man. Ik voel het, man. Ik voel het, man. Welke games spelen we dan? Fortnite, Minecraft, Valorant, Sims. Valorant is ook een goeie. Die heb ik ook wel veel gespeeld. Ik zie wel een duootje, hoor, hier. Jezus! Zijn jullie een beetje goed ook in de respectievelijke games? Of zijn jullie alle twee dog shit? Want dat kan ook nog een match zijn. Ik ben gewoon echt heel slecht. Zeg ook dat je slecht bent, Lars. Zeg ook dat je slecht bent. Maar ik ben heel slecht. Ja, nou, hier. Matchmate hebben. Kunnen we gewoon goed matchen in die games? Nou, ja, wat lijkt jullie nou, stel, kijk, laat ik het zo voorstellen. Ik zorg gewoon dat als jullie daarmee instemmen, dat de Instagrammetjes van jullie alle twee bij elkaar terechtkomen. Oké, ik hoor je. Je bent wel muted trouwens, hier zit hem bij. Oh. Nog tips voor de eerste date? Niet gelijk willen naaien, bro, dat werkt niet. Emiel, ik zweer het, dit deed ik altijd, bro. Als je met chickie op een date gaat, moet je gewoon zeggen, ja... Ik heb eigenlijk nooit seks op de eerste date. Ik vind dat gewoon, ja, dat is gewoon niet echt mijn stijl. En dan denkt zij, oh, maar wacht even. Wedden dat het mij wel gaat lukken? Gaat zwiepie, gast. Door Sensei, thanks voor die 7 maanden trouwens, Maji. Ik had vannacht een nachtmerrie, houden. Zo, was echt een nare, bro. Ik had gedroomd dat de kids van Dutch performanten, dat mijn kinderen ineens waren, bro. Zo. Dat is ook verschrikken, ja. Zwetend wakker, bro. Oh. Ja, man. Ik was down bad. Is dit een roast off of niet? Nee, hij is mijn maat. Ik loop hem wel altijd te vlammen omdat hij van die irritante, drukke, verwende kutkinderen heeft. Eerlijk? Maar...